De bal lijkt iedereen te passeren, maar komt niet verder dan Gloesevic. En zo gaat die bal erin. Maar hij is al langs De Jong en Gloesevic 2-1. Weer vroeg, maar nu in de tweede helft. En hij heeft de wereld een boodschap te vertellen. Die even wegglijdt en dan door de benen van Vogel. Dat is pijnlijk en daar legt hij een pan klaar op het hoofd van Igor Gloesevic. Vogel niet scherp. Voorzet. Kuit. Gloesevic en 1-0. Dat is de kracht van Igor Gloesevic. Zo gauw de bal voor zijn voeten komt in het 16 meter gebied, dan is er geen enkele aarzeling. Dan gaat die bal op doel. Dat is op Jochensen. Zoeken naar Gloesevic en dan is het gebeurd met Vitesse en Koeman. En weer is het Igor Gloesevic. Prachtig uitgespeelde counter van Utrecht. Breven legt de bal met veel gevoel neer voor Jochensen. Je hebt gezien waar Gloesevic zich ophoudt en dit is de goalgetter van nature. Leedballetje Gloesevic in de draai en wat een goede goal zeg. Je ziet hem bijna niet in deze wedstrijd, maar als hij er moet staan, staat hij er. Gloesevic duikt regelmatig van de linkerkant op. Tange doelpunt. Stefan Tange maakt de 0-1 voor Utrecht na 12 minuten. Goed werk van Gloesevic. Hansens houdt in. Van de bal door. En het doelpunt van Igor Gloesevic. Na de harde lage voorzet van invaller Dave van den Berg. Niet lukte Igor Gloesevic tot nog toe. Maar hier is hij op de juiste plek, op het juiste moment. En Boschaert. Voorzet, Gloesevic, hij zit erin. Eindelijk stoorde Fortuna met 3-4 man voorin. Ze vallen erachterin meteen gaten. Daar maakt Utrecht gebruik van. En de 1-1 van toch weer Igor Gloesevic. 14e dit seizoen, vorig jaar maakte hij de 19. Zaanswijk mag zomaar opdrukken en schieten. De bal zwabbert, Moens moet hem loslaten. Gloesevic trekt hem erin, het is 1-1 en dat is verdiend. De Berg, voorzet is goed. Kopbal ook. En die gaat over de lijn via de lat en de rug van Moens. Gloesevic maakt zijn tweede van de avond. Van Hermans vandaan. Is daar de 2-0, daar is de 2-0 van Gloesevic. Kuit. Richting Gloesevic, aardige bal. Lodewijk doet mee, denk je dan. Maar Lodewijk doet niet mee. En zo uit het niets kan het alweer gelijk. Na 11 minuten. De gelijkmaker. In de tweede minuut van de wedstrijd, als Gloesevic FC Utrecht op 1-0 zet. Na een misser van Luipers. 1-0 voor de FC Utrecht. Van Dave van den Berg gaat zo om zijn tegenstander heen, behoudt het overzicht en daar is Gloesevic opnieuw met een doelpunt. 3-1, een marge van 2 doelpunten. Arco Jochensen komt voor hem in de plaats. Vorig jaar maakte hij in de Amsterdam finale 2 goals, dat was toen niet genoeg. Nu staat hij ook op 2. FC Utrecht, Igor Gloesevic. Met Igor Gloesevic in de spits kent FC Utrecht succesvolle tijden. Het lijkt voor het eerst in 17 jaar weer eens de KNVB-beker te winnen. Tegen Ajax komt het op een 2-1 voorsprong, dankzij 2 doelpunten van de aanvaller. Het finale tegen Feyenoord was onze revanche. Waar willen wij toch die beker winnen? En die groep stond klaar. Die ploeg stond klaar. Die club stond klaar. Naar buiten, Gloesevic in het midden, helemaal vrij. Dit zou toch 2-0 moeten zijn. Igor Gloesevic scoort. FC Utrecht dendert over Feyenoord heen. Door onder meer 2 treffers van Gloesevic wordt het 4-1. Stijn Vreven legt neer op Boschaert. Boschaert naar Gloesevic, geen buitenspel, 3-0. Ook als speler, maar ook voor jouw ploeg, de club.
voor zo'n mooie stad. Ja. Mooi, supermooi.